Borstvoeding speelt een bijzonder belangrijke rol voor baby's die later gezonde volwassenen moeten worden. Dit benadrukte districtscommissaris Mohamed Safiq Rajab vandaag tijdens de start van de borstvoedingsweek op het terrein van de regionale gezondheidsdienst te Meerzorg in Kommerwijnen. Mensen moeten niet moe worden om het belang van natuurlijke voeding te blijven bespreken. Het is bijzonder van belang van de moeder zelf. Het is wetenschappelijk bewezen dat het een preventieve gezondheidszorg is voor moeder en kind. Wij moeten vooral jonge moeders stimuleren dat ze inderdaad de baby's aanleggen en niet alleen gebruik maken van blikvoeding. We moeten ze bewust maken van de vele voordelen van bobimirki. En het regionaal gezondheidsdienst is een van de belangrijkste pijlers van het gezondheidszorg in Suriname, gelet op de primaire zorg en begeleiding. Ik ben blij dat ik hier sta om de borstvoedingsweek mede te promoten. Rajab stelt dat welzijn van mensen bij de geboorte begint. Als een pasgeborene niet goed wordt opgevangen voor wat betreft de voeding, is er al sprake van een valse start in het leven van zo'n individu. Vertegenwoordiger van het Bureau Openbaar Gezondheidszorg, Serita Demidov, stelt dat het blijkt dat vele vrouwen denken dat zij door een gebrek aan zelfvertrouwen geen borstvoeding kunnen geven. Maar dat hebben ze zo, omdat het onderwijs niet voldoende wordt gegeven. Het wordt niet genoeg benadrukt dat je wordt geboren als vrouw met twee belangrijke instrumenten om je kind op te voeden. Je hebt het meegekregen, je hoeft het niet te gaan kopen. Maar we moeten die mensen echt het onderwijs geven hoe het allemaal te werk gaat, zodat het inderdaad toegepast kan worden. En soms is het aan het eind van de zwangerschap, wanneer de baby al geboren is, is het vaak genoeg te laat. Dus we moeten het doen voordat die vrouw eigenlijk zwanger is en beter misschien in de zwangerschap zelf. Gedurende de borstvoedingsweek zal de focus gericht zijn op het versterken van de capaciteit van de actoren die borstvoeding moeten beschermen. Het thema voor dit jaar is: kom op voor borstvoeding, onderwijs en ondersteun het geven ervan.